haute couturebedrijf in Nederland is een hard gelag. Bestaat geen enkele vorm van subsidie, bestaat geen enkele ondersteuning van wat voor bedrijf dan ook. Dit moet met eigen centjes en met eigen inbreng, moet het zichzelf bedruipen. En dat was dan eigenlijk wel weer ook mijn streven, om zoveel mogelijk mensen te confronteren met dat wat mooi is en ze te leren kijken naar kleding. De magie van couture is niet alleen de glamour, maar ook de constructie. En je koopt niet alleen een stuk, maar je koopt ook een verhaal. En je koopt ook het werk wat erachter zit. En als dat visueel gemaakt wordt, wordt het net als een kunstwerk, wordt dat een soort onderwerp van gesprek. Ja, ik had wel altijd wel heel erg veel met Frank Govers. En ik vond het heel erg on-Nederlands. Dus de jurken worden gemaakt van de restanten van zijde jurken van klanten. En de patronen die ik maak, die streven na om zo weinig mogelijk stof weg te gooien, ja, zeg maar. Het is een van die sjaals die ik toen voor Frank getekend heb. Ja. En daar heb ik dan weer voor een klant een gilet van laten maken. Het moet sculpturaal zijn, maar toch luchtig aanvoelen of een beweging in hebben. Want beweging en dans, dat vind ik heel belangrijke inspiratie ook, waar ik graag vanuit werk. En dat businessmodel in Nederland, als ik echt puur over Nederland spreek, niet haalbaar. Hoe hij naar vrouwen keek, hoe hij vrouwen benaderde, hoe hij een vrouw sexy kleedde. Ik heb daar ook de kracht gezien van Hoede. Ja, ik heb heel veel aan hem te danken en ik vind hem een van de grootste ontwerpers die wij in Nederland ooit gehad hebben. Het staat buiten kijf dat Frank Govers de meest flamboyante was. Dat niet alleen in zijn collectie kon je dat zien, maar ook als persoon was hij heel erg flamboyant. En die kleren waren altijd veel kleuriger dan al de rest. Nou, nu is het een tijd van casual. Maar dan komt er wel een periode weer dat alle vrouwen weer bijzonder gekleed willen zijn. Ik vond het heel belangrijk om het niet meteen te hebben over sustainability, want duurzaamheid, dat werd een beetje een onderwerp. Maar dat zat altijd in een bepaalde hoek. Dus dan dacht je toch een beetje geitenwolle sokken en neutrale kleuren. Terwijl ik heel erg van glamour en van echt hardcore fashion. Nou, in 2014 had ik dus dat bewuste moment in New York waar ik in die vintage couturewinkel kwam en ik dacht van dit moet anders. En toen ben ik gestopt met al mijn consultancies en ik had inmiddels een plek in Amsterdam. En ik denk, als ik zoiets ga doen voor mezelf, dan wil ik dat vanuit Amsterdam doen.